Als we informatie zoeken over literatuur, dan blijft de bibliotheek een van de beste plekken om die informatie te vinden. Zeker bibliotheken die toegang hebben tot Literom of andere NBD Biblion databanken. Nu, iemand die thuis zit, die heeft daar meestal geen toegang toe. Dus als hij informatie zoekt over literatuur, dan zal hij toch ergens anders moeten gaan zoeken. Er zijn een aantal mogelijkheden. Op dbnl.org vind je een en ander, alhoewel ik vind dat daar niet zo heel veel terug te vinden is over populaire auteurs. Als ik bijvoorbeeld de Jong, ik ga hem eventjes tussen aanhalingstekens zetten, ga opzoeken. En dan krijg ik wel verwijzingen naar jaarboeken en dergelijke meer, maar het is niet daar dat ik die grote, of die, dat is dan niet de grote informatiebron die ik nodig heb. Een andere mogelijkheid is Literatuurplein van Nederland. Opnieuw eerder sumiere informatie. Ik kan zien welke boeken hij allemaal heeft uitgegeven en ik krijg daar wel een klein beetje informatie over. Maar eigenlijk niet veel meer dan wat je op een catalogus zou vinden. Het enige verschil is dat je ook nog een lijst krijgt met literatuurprijzen die hij heeft ontvangen, maar ja, veel meer vind ik er toch niet over, niet in terug. Vroeger had je heel wat initiatieven, je had Leeswolf, je had Leeswelp en dergelijke meer. Ook websites zoals Papieren Man, maar wat zien we door besparingen dat de meeste van die initiatieven de laatste jaren het loodje hebben gelegd. Ook de Papieren Man is al een tijdje geleden gestopt. Leeswolf en Leeswelp zijn gestopt. Dus we gaan ons toch moeten kunnen richten op nog andere plekken. Je hebt twee sociale media die je daarin kunnen volgen of kunnen helpen. De eerste is LibraryThing. LibraryThing is onderdeel van Amazon sinds enkele jaren. Het is niet zo gestart. Het is gestart als een gewoon sociaal medium. Maar het werkt ook een beetje zoals Amazon. Het legt heel veel data van zijn gebruikers samen om suggesties te doen. Het is mogelijk om reviews te geven, om punten te geven aan boeken. En op die manier kun je heel veel informatie vinden online. Ik ga eens Pier en Oceaan intikken. Voilà, ik heb hier het boek. En ik krijg een aantal reviews. Niet alleen van gebruikers, maar ook published reviews. Dus ik kan hier al kijken van oké, wat vond men ervan in vier verschillende Nederlandse kranten. Dus hier vind ik een beetje informatie. Dat is ook niet superveel, maar het helpt je toch. Nu, waarvoor zijn die sociale media vooral interessant? Is doordat ze leggen data samen. En mensen die dit boek goed vonden, en dan gaan ze gaan kijken welke boeken vonden ze nog goed. En op die manier kan je een antwoord geven op wat vaak de moeilijkste vraag is in een bibliotheek. Ik heb net dat gelezen, kun je mij een gelijkaardig boek geven? Maar daarvoor kan LibraryThing interessant zijn. En dus staat er iemand bij jou komt en zegt van kijk, ik heb net Pier en Oceaan gelezen, ik vond dat een supergoed boek. Kun je mij eens een alternatief aanraden? Dan zou je kunnen kijken op LibraryThing. Het grappige is wel dat ik hier in de recommendations een boek van Jeroen Brouwers zie. Terwijl Jeroen Brouwers onlangs nogal laagdunkend deed over Oek de Jong. Hij heet hem Oek de Jong. Maar dat is dus LibraryThing. En iets gelijkaardigs is Goodreads. Werkt volgens hetzelfde principe. Stel dat ik nu eens ga zoeken naar Orhan Pamuk. En dan krijg ik allemaal boeken te zien. Wel meestal het Engelse boek. Als je een Nederlandse zou je toch best nog zoeken op. Mijn naam is Carmozijn bijvoorbeeld. Voilà, ik krijg het boek te zien.
Dus ik krijg hier een boek te zien. En dan krijg je reviews en dergelijke meer. Stel dat ik hier een oceaan ga gaan invullen. Nieuw. Dan krijg ik een beetje informatie over het boek. Ik krijg reviews van de gebruikers. Oké, dat zijn dan de gewone mensen, maar wie weet kan je er ook iets uit leren. En soms staat er ook een video over het boek, vlakbij de titel. Je krijgt ook informatie over de auteur, het genre en dergelijke meer. En opnieuw, zoals bij Library Thing, krijg je suggesties van mensen die dit goed vonden. Bijvoorbeeld Tonio van AFT van der Heijden, ook goed. En zo kun je suggesties doen over boeken.